Jamie, hoe kijk je terug op deze internationale ervaring? Oh, zalig, hè. Ik moet even eerlijk zijn met jullie. Ik zag mijn eigen 5 jaar geleden nooit meer met de nationale verkiezing. Laat staan de continentale verkiezing, laat staan de wereldverkiezing. Maar ik moet toegeven dat ik heel blij ben dat ik van mening ben veranderd. Want zowel Mr. Gay Belgium als Mr. Gay Europe als Mr. Gay World hebben op mijn leven toch een heel positieve invloed gehad. Ja, en je hebt ook deelgenomen met een bepaald thema, een bepaalde campagne. Ja, ik ben met verschillende doelen en thema's naar daar geweest. Eerst dan vooral gewoon omdat ik heel nieuwsgierig was om te horen hoe het eigenlijk in andere landen is om homoseksueel te zijn. En als je dan verhalen hoort uit Bulgarije, Nepal of Polen, ja, dat zijn landen waar dat het samen ideaal is om homo te zijn. Dat zijn zo van situaties waarvan ik denk van, leven wij nu echt nog wel in de 21ste eeuw? Want het zijn echt schrijnende situaties dat je daar hoort. En ja, inderdaad ben ik daar ook gegaan met het charter voor te stellen. En het charter dat is bedoeld, gecreëerd in samenwerking met GelijkVZW, met de Europese Unie en met verschillende andere organisaties, om eigenlijk de inclusieve organisatiecultuur te creëren in de werkomgeving. Om een werkomgeving te creëren waar dat je niet beoordeeld wordt op basis van je seksuele geaardheid, op basis van je nationaliteit, op basis van je lengte, breedte, kleur, maar dat je echt wel beoordeeld wordt op je werkprestaties en niet op al dat andere. Ja. En ook, je hebt iets minder leuk meegemaakt en dat is ook wel het signaal dat je al geeft dat je daar een stop wil toeroepen. Ja, ik ben daar ook geweest met de campagne It's not weak to speak, excuse me, stop gay bashing. Maar al een paar maanden geleden ben ik in mijn eigen thuisstad Roeselaar fysiek aangevallen geweest, achter de nachtstappen in elkaar gestampt geweest omdat ik homo was. En ik wou daar ook wel een statement plaatsen van ja, kijk, ik ben misschien van België en hier in België doen we het eigenlijk absoluut niet slecht als het gaat om homorechten en dat soort dergelijke. Maar dat het zelf in een land zoals België wel heel ook zo'n schrijnende situaties zijn. En daarom ben ik ook met de It's Not Weak to Speak campagne daar geweest om aan te tonen van kijk, het is niet zwak om je verhaal te vertellen. Ook al dacht ik in mijn eigen achterdag dat ik dat meemaakte van ja, kijk, ik hou dat voor mijn eigen, ik verwerk dat op mijn eigen, omdat ik gewoon bang was dat er mee gelachen ging worden en dat soort dergelijke, maar ik ben er dan toch vooruit gekomen en ik heb gemerkt dat ik daar heel veel mensen mee heb geholpen, dat heel veel mensen ook kracht en sterkte uit mijn verhaal hebben gehaald en ik heb wereldwijd zoveel support gehad en ik ben ook daarom heel blij dat ik ervoor naar buiten ben gekomen en die boodschap wil ik ook meedragen. Als er hier ook iemand zit in de zaal die zoiets heeft meegemaakt, er zijn genoeg platformen, de Uniform app, je kunt terecht bij de politie, bij je vrienden, maar hou het niet voor je eigen. Dankjewel, Jamie.